Hoi allemaal, welkom bij deze vrijdag tutorial. Mijn naam is Lieneke Lijn en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je papier prepareert om dit soort prachtige mooie effecten te tekenen. Dus we gaan gelijk aan de slag. Wat je doet is je neemt een bord en een stukje schuurpapier. En als je ze hebt, dan pak je dus pastelkrijtjes. In dit geval gebruik ik de Faber-Castell krijtjes en ik heb ook wat krijtjes van Rembrandt. En dat zijn gewoon van die vierkante pastelkrijtjes. Door over dat schuurpapier heen te wrijven, creëer je dus een poeder. En je kunt ook verschillende kleuren door elkaar heen mengen. Het voordeel is nu dat je papier niet meer spierwit is, maar hij heeft een tint gekregen. Hier zien we het paard en ik wilde de anatomie gaan bestuderen van dit prachtige paard. Hij heeft zijn hals zo mooi gebogen. En je ziet ook hele mooie schaduwstukken. Onder het hoofd, onder de maantop, achter het oor, in het gebied van het oog. Echt een super gaaf onderwerp. Dit is een marmeren beeld. En dat is een fontein, dat is in Chantilly in Frankrijk. En dat is dus een foto van een paardenbeeldhouwwerk. Maar ik heb deze gekozen omdat er zulke mooie schaduwen en compositie in zit. Bovendien heb ik deze tekening ook nog eens 1-op-1 helemaal getekend op mijn Patreon-pagina. Daar kun je alles downloaden, de platen downloaden. Je ziet daar al het materiaal op een volgorde, op een rijtje. En je kan dan ook 1-op-1 meetekenen. Het fijne is natuurlijk dat doordat je een onderlaag hebt gemaakt, je heel mooi met gum straks het wit eruit kan tekenen. Ik kijk naar de richtingen hier van bijvoorbeeld de maantop. En je kan besluiten om die knoop in zijn maantop te tekenen. En ik heb gekozen om hem gewoon los te laten wapperen, dat haar zeg maar. Wat je ook heel mooi kan zien bij deze anatomiestudie, is al dat botstructuur hier ook bij dat oog. En door goed te letten op de schaduwen, ga je dus een beeld creëren van een paard wat super 3D overkomt. Het is realistisch, je ziet alle prachtige schaduwen en adertjes lopen. Maar vooral ook de schedel die dus onder dat hoofd zit van dat paard. De mond van het paard is geopend. En verder vallen een paar schaduwen heel erg op. Dat zijn de diepe delen. En door die te tekenen krijg je dus ook dat mooie effect. Voor de hele opzet gebruik ik een pastelpotlood. Gewoon een gebrand sienna, dus een bruine tint. En die is prima als eerste laag. Je kunt deze tekening ook helemaal in grafietpotlood tekenen. Of in houtskool, wat je maar wil. Ook een onderlaag invrijven van puur houtskool is prima. Dus je kunt een klein beetje kleur gebruiken, maar puur ook zwart-wit. Hier zie je mijn gum. En omdat ik eerst begin met de grote delen, pak ik dus een platte, vlakke gum. En hier zie je dus wat ik bedoel met het oplichten van die hoge delen. Doordat je dus die onderlaag hebt gemaakt met die pastelpigmenten, kun je nu het wit eruit tekenen. Ik kijk goed naar mijn voorbeeld. En voor deze tutorial heb ik gekozen om hem 1-op-1 te tekenen, dus even groot.
zodat jullie goed kunnen zien waar ik het licht en waar ik het donker teken. Boven op het hoofd komt heel veel licht te vallen. Dus ik zorg ook dat daar ook heel veel wordt gegumd. De middentonen van grijs, of de tint die je gekozen hebt, die laat ik onberoerd. En de donkere delen maak ik langzaam steeds donkerder. Hier zie je ook weer een gedeelte, zeg maar op die neusbrug, waar het wat lichter wordt. En een paard heeft natuurlijk een heel droog hoofd. Droog betekent dat er weinig vlees op zit. Dus je kunt heel goed de schedelstructuur eigenlijk zien. En dit is dus ideaal voor zo'n anatomiestudie. Paardenhoofden zijn eigenlijk net zo lastig als mensenhoofden. En eigenlijk is het dus best wel heel slim om, als je wat moeite hebt nog met portretstudies of wat dan ook, om dan gewoon eens af en toe een paardenhoofd te tekenen. Je dwingt jezelf om te kijken naar al die schaduwdelen en die botstructuur die eigenlijk dus onder dat vlees zit. En hier kun je ook prachtig zien hoe die oogbal in die schedel zit. Ik heb inmiddels een zwart pastelpotlood gepakt. En met het zwart ben ik wel heel voorzichtig. Ik pak daar puur de donkerste delen eventjes in. En hier zie je ook onder die maantop valt heel veel schaduw. Net onder die neus, in het neusgat zelf en direct achter het oor. Door die schaduwen in te tekenen, krijg je ook dat 3D-effect. Dan ga ik weer terug naar mijn bruine pastelpotlood. Even uitproberen. Mijn voorbeeld links heeft bijvoorbeeld puur zwart-wit. En mijn rechtse probeersel wil ik ietsje een kleur geven. Gewoon voor mezelf om eens te kijken. Wat doet dat dan? Ik maak de schaduw hier iets ruimer onder het hoofd. En het is natuurlijk prachtig om te zien. Ook die adertjes in die aangespannen nek. Dat hoofd dat buigt zich zo over de schouder van dat paard heen. Dit is een heel donkerblauw. Donkerblauw is een prachtige schaduwkleur. Blauw is een koele kleur, terwijl bruin juist een warme kleur is. Hoe meer rood er in een kleur zit, hoe warmer de tint is. En wil ik de boel wat koeler maken, dan kun je dus heel eenvoudig daar een klein beetje blauw overheen plaatsen. Je krijgt zo een beetje dat marmer effect. En ondertussen ben ik dus gewoon druk aan het studeren met die anatomie. Ik zie de huid plooien. En die zie je ook prachtig waar zeg maar de kaak overgaat in de nek. Ik zie de neusingangen, dus de neusgaten, de ingang van de mond. En die mond van dat paard is een klein beetje open. Je ziet zelfs een klein beetje de hengstetand. En zo tast ik dus de boel af. Zelfs de adertjes kun je een beetje aandacht geven.
de allerdonkerste delen doe ik nog even natekenen met dat zwarte potlood. Dus ik ga er nog één keer overheen. En het is belangrijk om die schaduwen heel rustig op te bouwen. Dus niet meteen vol erin, maar gewoon rustig opbouwen en aftasten. Want ook in zo'n schaduwgedeelte zitten weer allerlei verschillende tinten grijs. Dit is dan weer het gumpotlood. En met het gumpotlood kun je natuurlijk veel fijner tekenen dan met dat, die grove gum, die grote platte gum, waar we in het begin mee begonnen. Je ziet dat er een heel contrastrijke tekening ontstaat. Contrastrijk houdt in dat er grote verschillen zijn tussen het donkerste donker en het witste wit. De gehele compositie is nu klaar en het is een geweldige leuke studie. Ik hoop dat jullie hiermee aan de slag gaan, want dit is echt perfect. Een perfecte training voor jezelf. Om eens echt dieper in te gaan op al die lichten en donkere en schaduwen en effecten. Heel veel bedankt voor het kijken. Tot volgende week vrijdag. En groetjes van Lieneke.